Wasabi mensen, Fraas hier. Welkom bij een nieuwe Punch-Out Battles Recap. Ik heb vandaag eigenwijs hier zo. Eigenwijs, kom er gezellig bij, jongen. Je begon sterk de eerste ronde. Wat is er daarna gebeurd? Ik zeg eerlijk man, het heeft niet met voorbereiding te maken, maar deze benauwdheid heeft mij genakt, soort van man. Gewoon een beetje, alles ging weer door elkaar met rondes, maar de tweede en derde ronde. Dus dat was sowieso niet de bedoeling, maar ik heb koude warm hier, maat. Ik serieus. Je tegenstander choked ook, waaraan denk je dat het ligt? Hij is sowieso dope gekomen, kijk, je moet beseffen, hij is 14 jaar en het is een debuutmatch. Misschien spanning of zo, maar ik vind dat hij het tof heeft gedaan, man. Nog één kleine vraag, je pakte net die telefoon eruit in de derde ronde als het goed is. Waarom? Ik moest even snel checken, man. Ik heb een printscreen gemaakt van mijn tekst, weet je. Dus ik moet even één blik, dan laat ik gelijk die volgorde weer. Oké, is goed, man. Dope battle, man. Jammer. Volgende keer beter, man. Van wie is deze beat?